Een volslagen verraste vicepresident Ashwin Nadeem heeft gisteren tijdens de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie de hoogste onderscheiding ontvangen van president Desiré Bouterse. De VP is benoemd tot drager van het Groot Lint in de ereorde van de Gele Ster. Deze onderscheiding was de verrassing van de immigratieviering op het Onafhankelijkheidsplein. De president gaf aan dat Adien grote verdiensten heeft verricht als voorzitter van de Culturele Unie Suriname, de CUS. Op basis van wat u gedaan heeft voor de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid en voor de Surinamers van Hindoestaanse afkomst. In het bijzonder is het mijn eer om u te decoreren met de drager Groot Lint van de Gele Ster. De vicepresident feliciteerde Adien met het ontvangen van de hoogste onderscheiding die Suriname kent. Vicepresident Adien bracht dank aan het staatshoofd voor deze onderscheiding. U weet dat er geen grotere eer is, begrijp ik, dan deze eer. Maar het is een bijzonder grote eer dat ik dit van u mag krijgen als president. Er zou geen andere president zijn van wie ik deze eer zou kunnen krijgen. U bent een inspiratiebron voor generaties al. U bent een legende in dit land. Vanmorgen nog heb ik twee verhalen alleen aan mogen horen en verteld aan de president. Ik heb gezegd, het lijkt alsof u al 200 jaar rondloopt. Zoveel aan verhalen. Ik zei, eigenlijk zouden ze een boek aan parabels kunnen maken van de grootmeester hier. En die inspiratie is niet te ontkennen. Alhoewel er allerlei gevoelens kunnen zijn, misvattingen soms men dat ook. En zelfs vijandigheden noemt men dat. Maar zelfs de vijand wordt geïnspireerd door deze man. Vicepresident Adien gisteravond bij de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie op het Onafhankelijkheidsplein. De onderscheiding was de grote verrassing van de avond en is met een warm applaus ontvangen door de aanwezigen.